Hey, is het niet fantastisch? Mijn nieuwe kantoor. Eindelijk. Nou, ik heb net de sleutel gekregen. Buiten is het al donker. Maar ik dacht, ik schiet alvast deze video, want daar heb ik gewoon zin in. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Hugo Bakker. Ik ben de maker en bedenker van 101werkvormen.nl. Dat is de site waar ik op een gegeven moment al mijn trainersvaardigheden ben gaan delen. En die niet helemaal toevallig super populair werd. Op dit moment meer dan 600 bezoekers per dag en bijna 1000 downloads van het e-book per maand. Nou, voor een business, in dit geval voor mijn business, is dat echt goud waard. Ja, nou, ik kan je op dit moment niet uitleggen hoeveel dat betekent. Voor mij nu, hoeveel rust dat geeft, maar ook voor de toekomst van mijn leven. Dus dat wens ik iedereen toe eigenlijk, dat je zoiets kunt creëren en dat je het mag hebben. En ik ontdekte op een gegeven moment ook dat een stuk van mijn passie in dat internetmarketing zit. Websites maken, e-books, enzovoort. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van, joh, ik moet die kennis gaan delen en ik moet andere trainers en coaches gaan helpen. Waarom trainers en coaches? Nou, ja, ik ben het zelf, dus ik spreek die taal en ik weet dus waar je tegenaan loopt. Ik weet waar je mee worstelt. Of mee kunt worstelen natuurlijk. En dus toen heb ik besloten om ook daadwerkelijk mensen te gaan helpen die moeite hebben om een workshop vol te krijgen. Om klanten aan te trekken die het maar gedoe vinden, die marketing, dat heel veel tijd kost. En daar kan ik je in helpen, want hoe zou het voor je zijn als je dus haast geen tijd meer in marketing hoeft te stoppen. Zodat je dus veel meer tijd overhoudt om gewoon lekker met je passie bezig te zijn. Gewoon lekker te trainen en te coachen. Dat willen we toch allemaal? Dus als het interessant is voor je, kom gewoon een keertje hier langs. Ik organiseer genoeg workshops. Dat zie je altijd aan de rechterkant van mijn website. Kun je ze vinden. Wat je natuurlijk ook kan doen. Misschien zeg je wel van, joh, maar ik heb geen geld. Of ik woon veel te ver weg. Of ik heb gewoon geen tijd om te komen. Download dan een van mijn e-books die gratis zijn. Of een aantal van de videotrainingen die ik gratis aanbied. Zodat je mij beter kunt leren kennen. En zodat je ook gewoon geholpen wordt met datgene waar je mee geholpen wilt worden. Want uiteindelijk komt het erop neer om mensen te helpen. Dat geldt voor mij en dat geldt voor jou. En de volgende stap is, hoe meer mensen je kunt gaan helpen, des te meer je kunt gaan verdienen. Nou, draait het daar niet alleen om in het leven. Maar ik merk wel dat als je dus gewoon een bepaalde basis en bepaalde zekerheid hebt financieel, dan sta je ook veel lekkerder voor de groep en dan kun je veel relaxter gaan coachen. Dat is gewoon veel fijner. Dus, kom een keer langs of download een van mijn gratis producten. Dat betekent ook dat je gewoon updates krijgt, nieuwtjes, tips. Want ik bijvoorbeeld afgelopen weekend bij Brendan Burchard geweest in Londen. Dus eigenlijk de beste marketeer die er op dit moment op de aarde rondloopt. En daar heb ik van geleerd. En zijn kennis, dus datgene wat hij over heeft gedragen, dat draag ik ook weer over. Dus dat deel ik ook weer in mijn ervaringen die ik opdoe. Dus blijf erbij, zou ik zeggen. En voor nu, in het komende stukje, ga ik een aantal inzichten, een aantal dingen die ik geleerd heb van Brendan Burchard dit weekend in Londen, ga ik met je delen. Hoi, nou zoals je dus begreep ben ik afgelopen weekend in Londen geweest bij Brendan Burchard. De nummer 1 marketeer, of misschien wel internetmarketeer van de wereld op dit moment. Hij komt uit Amerika. Hij heeft de Experts Academy, dus helpt mensen om een expert te worden. Hij heeft de High Performance Academy en hij heeft de World's Greatest Speaker Training. En ja, dat maakte die ook echt waar. Ik vond het fantastisch. We zijn afgelopen woensdag naar Londen toegegaan. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag training van hem gehad. En ja, elke dag was weer een nieuw feest. We hebben ontzettend veel geleerd. Ik zeg we, Stefan van der Toom van de Cashflow Club, die is met mij meegegaan. En in deze video wil ik je een aantal dingen meegeven. Een aantal dingen die ik heb geleerd. En natuurlijk, weet je, als je ergens komt en je bent op een training, eigenlijk is het zo dat je 80% weet je eigenlijk al. Maar je doet het nog niet of je doet het net niet op de juiste manier. En kort samengevat, VPS is hoe ik mijn lessen samenvat. En dat is nog even los van echt de techniek van internetmarketing, want daar wist ik echt al heel veel vanaf.
Nou, wat bedoel ik nou met die V? Weet je, ze zeggen vaak van ja, het begint allemaal met mindset. Hoe denk je precies? Kijk je positief naar de dingen? Stel je de doelen op de juiste manier? Haak je niet af als het even niet lukt? Weet je wel, al die zaken die kwamen ook dit weekend weer terug. En bevestigt nog weer eens van joh, daar begint het ook echt allemaal mee. Als het in die basis niet goed zit, als jij jezelf niet gelooft, als jij van jezelf niet overtuigd bent van ik heb de wereld iets te bieden, maar als je denkt van ja, wat hebben de mensen aan mijn kennis en wie ben ik om dit te vertellen, weet je, dan gaat het natuurlijk nooit werken. En als je dit ziet en hoort en hiernaar luistert, dan denk je van ja, weet je, dat weet ik allemaal wel, maar toch, hè, dan sta ik voor een groep of weet je, dan moet ik met mijn video op het internet en weet je, ja, nou, het heeft echt allemaal te maken met het volgende en je kunt daaraan werken. Als jij geen vertrouwen hebt in jezelf, hoe kunnen andere mensen dan jou vertrouwen? Een expert is iemand die heel veel kennis en expertise heeft, maar ook die geloofd wordt door mensen. Dus als je bijvoorbeeld een keer voorspeld hebt dat en het komt ook daadwerkelijk uit, dan zullen mensen ook echt volgende keer dat je iets roept, zeggen van, oh ja, oké, nou, dat zal er wel waar zijn. Dus als je dan een blog ergens over schrijft en je doet een promotie van een workshop, ja, dan moeten we daar naartoe, want ja, nou ja, die persoon, jij, die heeft dus gelijk, dus daar kunnen we van leren. Het begint met vertrouwen. Als je dat niet hebt, ga daar dan eerst aan werken. Daar ga ik op dit moment even niet verder op in, maar dat kun je, wat mij betreft, gewoon door stap voor stap voor stap voor stap te doen. En stap voor stap kom je verder. Ik heb er al eens eerder een video over geplaatst. En wat ik ook bijvoorbeeld doe is, tipje van de sluier, successen schrijven. Dus elke avond krijg ik een herinnering in mijn Outlook, successen schrijven. En dan ga ik gewoon zitten en dan ga ik gewoon zitten schrijven. En op het moment dat ik het eventjes niet weet, nou, dan blijkbaar, dan kijk ik gewoon niet goed naar wat ik die dag heb gecreëerd of gedaan of gepresteerd. Elk klein dingetje wat je bereikt hebt, wat je gedaan hebt, dat is gewoon een succes. En als je daarop kan bouwen, dan kan je verder naar de volgende. En dat is de P. Op het moment namelijk dat jij overtuigd bent van jouzelf, van je kunnen, van je kennis, van je ervaringen, dat je ook inziet dat je daar de wereld mee kan helpen, dan kun je daar dus een product van maken. En dat product kun je verkopen, dat kun je promoten. En op het moment dat je dus niet bezig bent van, ben ik wel goed genoeg? En je hebt gewoon helder wat je doelen zijn en je kunt je focus daarop houden, dan word je veel productiever. Dan ga je namelijk als een speer aan het werken. Dan ben je volledig met dat ding bezig wat jij wilt maken voor die wereld. En wil je dat volledig gaan doen en wat er voor nodig is aan de kant zetten en daar dus mee bezig zijn. Ik zet mijn wekker om 6:00 ochtends, want dan heb ik gewoon 1,5 uur extra op een dag om gewoon lekker bezig te zijn, ongestoord, met die producten die ik wil maken. Ik heb een hele rij met producten die ik wil maken. Kan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Eén voor één, de bovenste eerst, dan nummer 2, dan nummer 3. En zo ga ik het rijtje af. En daardoor, omdat ik weet wat ik wil, ben ik ook ontzettend productief. En zo kom ik bij het volgende. En dat is de S. Wat ik dit weekend gezien heb, is dat ik aandachtig zat te luisteren naar Brandon Bouchard. Omdat hij ongelooflijk goed verhalen kon vertellen. Heel makkelijk een groep van meer dan 500 man 4 dagen kon boeien. Sterker nog, het gebeurde regelmatig dat we helemaal niet in de gaten hadden dat hij iets aan het verkopen was. Ongelooflijk. Dus hij was zo'n goede spreker. Hij kon zo goed spreken
dat hij bij wijze van spreken een broodje poep kon verkopen. Nou, dat is dus niet voor niks dat hij de beste, de nummer 1 marketeer in Nederland is. Of sorry, in de wereld is. Met andere woorden, als je die skill, als je die vaardigheid onder de knie kan krijgen, dan kom ik weer even terug hier bij vertrouwen. Ja, natuurlijk kan je dat. Als hij het kan, dan kan iedereen het. Ik bedoel, ik ga daar ongelooflijk focus op leggen om dat stuk onder de knie te krijgen. Zodat ik dus dat stuk vertrouwen wat ik heb, wat ik om aan het zetten ben in producten, dat ik daar op dit moment super productief in ben. En het dan daadwerkelijk ook, ik zou maar zeggen, aan de man kan brengen. Nou, hij heeft natuurlijk ook technisch nog allerlei foefjes en dingetjes meegegeven, maar dat gaat wat te ver voor nu. Dat kan ik je hier in deze video ook niet leren. Dat leer je natuurlijk allemaal in het expertprogramma. De kennis die had ik al, maar sommige dingen zijn net eventjes iets anders qua strategie als de strategie die ik zelf toepaste. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ik in mijn strategie ook het een en ander ietsjes anders ga doen. Waar ik eerst bijvoorbeeld elke week een blog om 8:30, 9:15. Dat is natuurlijk een bepaalde strategie. Maar het hoeft natuurlijk niet een wet van mede en persen te zijn. Het gaat erom dat ik eigenlijk een stukje consistency, een stukje continuïteit tentoonspreid. Maar het hoeft niet per se erin te zitten dat ik altijd elke week op hetzelfde tijdstip een mail stuur. Dus daar zijn wat andere gedachten, wat andere overtuigingen in gekomen. En natuurlijk zal ik heel veel waarde blijven leveren. Maar hoe het precies zal gaan, laat ik je nog eventjes. Op wachten, zou ik maar zeggen. Wil je meer weten van de lessen die ik geleerd heb en sowieso de kennis die ik al heb? Ik ga alle blunders die ik in mijn ondernemende leven heb gehad, ga ik delen in het Business Kickstart Seminar aanstaande zaterdag in Hendrik Ido Ambacht. Dat is een complete, ja, volle dag waarin ik je echt helemaal vol ga stoppen, waarin je heel veel ervaringen gaat opdoen, waarmee je een plan gaat creëren om jouw expertstatus in 2014 sky high te gaan krijgen. Dus mocht dat interessant voor je zijn, klik dan hieronder op de knop aanmelden. Dan kom je op de pagina waar je alle details over de workshop terugvindt. En dan kun je van daaruit verder aanmelden. Dus voor nu even de lessen van afgelopen weekend Londen, Brandon Bouchard, Experts Academy. En mocht je vragen hebben, kun je me natuurlijk ook altijd eventjes bellen of mailen. Je ziet de gegevens op deze site vanzelf wel staan. Goed! Voor nu tot ziens. Hoi!